Vertel jullie nu het verhaal van Jezus. Geloof het of niet, maar de zoon van God is. Zijn bijnaam Christus wordt hij ook wel genoemd. Je hebt van hem gehoord, hij is hartstikke beroemd. Maar voordat wij beginnen wil ik introduceren. De verhaal van Jezus, van hun kan je van leren. Jozef en zijn bitch, ze heette dus Maria. Hij heeft te leren kennen via, 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 via. Iedereen in het land moest zich laten registreren. En Arnie werd verpleeggesteld door de hoge heren. Dus back naar zijn hometown. En Jozef besloten dat zijn vrouw is op de zwanger en het heren zou verkloten. Jozef en zijn bitch op weg naar Nazareth. Ze waren uitgeput en wilden graag naar bed. De overmaat van Rob, de ezels op hol. En hotel niet te vinden, alle kamers waren vol. Hotel, motel, holiday in. De profeten pechten, ze kregen bijna ruzie. Ze moesten in de stal, dus weg met de illusie. Intussen was een engel in de wijn ingedaald. En net vanuit het veld de hen is opgehaald. De engel zegt, yo postje, moet je naam eens horen. Als je naar de stal, de verlosser wordt geboren. Ze waren ongelovig, gingen toch maar naar de stal. Dan lag niet in de kribbe, en kindje was er al. Gedaan. Mijn vrienden met de dood kwamen zijn overvloed. De sfeer in de stoot was intussen redelijk goed. Deze is nog een piepsel als de dikkie door te sukken. De homies draaiden ook, maar dat wilde niet zo lukken. Het stinkie van Jezus is met door gaan pazen. En ze kwamen allemaal in een andere fase. Met geschreeuwd, gelachen in de stoot. Dat leek weer Rio de Janeiro tijdens carnaval, jongen. Eén gekhuis is op Polonaise Dienaars. Met hoofdpijn en maagpijn is men naar huis gegaan. Maar de naam van Jezus kende men voortaan. Het leven van Jezus werd hierdoor nogal drukker. Maar een leven nog lang en gelukkig.